Wim, nou heb je een nieuw kozijn, nieuw hout, ongeschilderd. Daar heb je een reparatiehoek in gemaakt daar onderin. En ik wil wel graag dat je dat in de grondverf zet, maar ik wil die reparatiesplek net zo snel laten drogen als de rest van het hout. Hoe doe je dat? Dat zeg je goed. De reparatieplekken, daar moet je altijd aan denken. Dan moet je met rinnendraai even voorbehandelen. Waarom je dat doet, is omdat namelijk de toplaag van de reparatieplek altijd een beetje, ja, zeg maar, wasachtig is. En dat wil je schoonmaken. Dus dan ga je dat gedeelte eerst helemaal inwassen met rinnendraai. Als je dat gedaan hebt, laat je dat gewoon helemaal netjes zo. Dan laat je dat even een paar minuten intrekken. Ik denk een minuutje of drie. Ja. En daarna poets je hem nog even uit. Als je plek zo schoon gepoetst hebt, dan ga je gewoon het kozijn gronden. Oké, als ik het goed begrijp, dan sta je het eigenlijk een beetje te neutraliseren. Ja, oké, exact. Dan pak je de grondverf. En dan schilder je dus ook weer ietsjes dikker. En waarom mag dat wel rustig ietsjes dikker dan bij het bestaande werk? Omdat namelijk de grondverf ook in die ondergrond trekt. En dan houden we ook nog een laag over. Dus het kan wat dikker geschilderd worden dan wat je normaal gewend bent. Als je nog onderweg straks met het plamuren en dergelijke bezig bent, houd dan ook rekening mee dat je niet met die traditionele plamuur van tegenwoordig gaat werken, maar dat je met pijp aan het plamuur werkt. En waarom is dat? Die plamuren van tegenwoordig, dat zijn eigenlijk allemaal lakplamuren en die zijn veel te hard en passen helemaal niet in dit systeem, in het verfsysteem van Leenhooy. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor gaatjes stoppen, daar gebruik je gewoon de traditionele lijmolie stopverf voor. En niet andere stopverf. En dat is nogmaals omdat het toevoegt aan de lijmolie verfsysteem. Kijk, en zo heb je dus straks je nieuwe hout ook gegrond. En ik zei al, ietsjes dikker mag dat, omdat het toch wel wegtrekt in de ondergrond. Okay. Hoe dik mag het zijn, denk je? Nou, dat mag weer rustig tussen de 60, kleine 60 mu zijn. Oké, okay. Dus als ik het goed begrijp, schilder je van mager naar verder. Ja, dat is heel erg belangrijk dat je dus het totale systeem opbouwt, zo schraal mogelijk beginnen. En dan iets dikker opbouwen in de tweede en de derde laag. Oké, okay. Duidelijk.